Ja, nu is het nog 15 seconden te vroeg, hè. PS is echo voor de Dista-ronde. Ik hoop dat we aardig wat inmelders hebben. Ik zie dat er op de chat ook al de mensen, de nodige mensen zijn. Nou ja, nodig in ieder geval eentje. ja, even kijken. Wat? Ik heb niks voorbereid, zoals gewoonlijk. Maar dat is niet... En meestal is dat een garantie voor een erg leuke ronde. Die dingen die ad hoc gaan, die gaan meestal het beste. Maar goed, ik ga eens kijken of er inmelders zijn. Even een spreadsheet bij de hand. Dit is PSS Echo voor de Dista-ronde. Zijn er inmelders? Jazeker. Jazeker, John. PD1 HPB. Meld zijn even in. Hartstikke mooi. Je zou er al mee. Ja, Robert zou ook meedoen, hè? Ik neem maar even een voorschotje. Ik zet hem er gewoon bij. Ja, ik doe wel mee, hoor. Ik zit nou toch klaar, dus. Het is wel gezellig om die schermpjes die mij aankijken hier zo. Ja, wel leuk. PA11301, die heb ik ook genoteerd. Zijn er nog meer inmelders? PSS Echo. En Peter ook gehoord trouwens, hè, want dat weet ik niet of ik dat gezegd had, maar bij deze. Zijn er nog inmelders? PSS Echo voor de Dista-ronde. 1-11-Z, ton aan deze kant. Ah, Ton, jij was degene van wie van de week het niet wilde werken. Ook goede avond, hartstikke welkom. En ik zie PA2TSL er ook bij. Nou, dat gaat goed. PSS Echo. Zijn er nog meer inmelders voor de Dista-ronde? PSS Echo. Eenmaal, andermaal. ja, microfoon aan Peter. Want je was op de luisteraar na, was jij wel de eerste. PD1 HPB. Nou, weet ik. Dit is erg, Peter. Dit is echt heel erg. Maar volgens mij is het wel. Of is het nou PD2? Nee. Nou, ik weet het even niet. Oh, wacht, ik kan spieken. PD1 HPB. Ik had dit kunnen doen of ik het wist. Maar goed. Peter, ga je gang van PSS Echo. Ja, oké. Okay, ja, ik zat op net tegelijk. Ik krijg in ieder geval de groeten van PA3 Foxo Kilo Mike Pascal. Ja, die keer zelf niet uit, kom op die start. Maar je krijgt wel even de groeten van hem, John over. Hé, hey, wat leuk. Doen de groeten terug. Ja, we hadden vorige week een gesprek wat nog niet afgerond was. Maar dat ga ik van hem nog wel horen. Oké, okay, Peter, jij de microfoon terug. PD1 HPB, die staat rond de PA6 Echo. Ja, als ik de kans krijg, zal ik het zo nog even doorgeven, John. Ja, nou, voor de rest niet zo heel veel meegemaakt, eigenlijk. Ja, gewoon een beetje aan het werken. Dus, ja, er zijn de laatste tijd wel weer leuke condities overal een beetje. Op HF dan. Ja, dat heeft voor de rest iets met die start te maken. Maar ja, van de week, van het weekend. Ja, een heleboel Aziaten. De hele dag. Een heleboel Japanners. Ja, een heleboel Japanners die voorbij kwamen. Chinezen. Dat is wel weer grappig. Dus ja, dat is een beetje wat ik gedaan heb. Voor er is niet zoveel met die star of met andere digitale hoofd. Ja, wel wat gesprekken gehad natuurlijk. Maar voor er is niks speciaals of zo. Of experimenten. Dat doen we niet, John. Nou, hoor, ja, alles werkt, dus ja, wat moet ik er dan doen, hè? Wat moet ik er dan veranderen? Het werkt gewoon goed, dus... Ja, ik heb eigenlijk niks om aan te veranderen, over. Ja, Rutsia, ik heb niet veel tijd gehad voor de hobby. Nou ja, de afgelopen week bestond eigenlijk 90% van mijn werk uit hobby-gerelateerde dingen. Dat dan weer wel. Het ziet er naar uit dat ik de komende tijd mijn geld deels aan de hobby ga verdienen. Opnieuw, dat was eerder ook al zo. Ja, als het lukt, hè. Ik hoorde vanavond ook iemand daar twijfelachtig over. Je weet het nooit zeker.
Microfoon aan jou, Robert. Ik wou jou wat vragen of voorstellen ergens, maar ik weet niet meer. Het ging niet over 3D-printers. PA3BKL, die is daaronder. PSS Echo. Ja, je hoort het. Ik hou even wat extra tussenruimtes en moet dat er even aan denken, want ik kan me nog herinneren dat ik ergens niet tussen kom. Dat is zelf vervelend en frustrerend zo. Dan denken mensen, jongens, bekijk het maar met jouw honden. Dat is niet de bedoeling. Dus eventjes een minimaal 5 seconden. Een HPV die deed dat keurig. Maar jij zat net wel heel kort op HPV. Dat is eventjes een dingetje. Ja, nou ja, ik weet niet of je dat al verteld had, maar de synthesizer in mijn QCX, die doet het niet meer. Als het wat warm wordt, dan stopt hij ermee. Dus ik ga dat IC'tje eventjes hersolderen op het printje. Kijken wat het doet, anders moet er een... Ik heb hier nog van die synthesizertjes liggen, hoor. Die kan ik met SMD gewoon even erin solderen. Zo. Maar heel raar. Gaat er... Oh, gaat de telefoon. Nou, ik zal hem even uitdrukken hier. Zo. Even kijken. Ja, ik weet niet wat je wilde vragen, maar dan kom je hier misschien zo op. Ik had vanavond ook iets. Had je misschien wel om zitten meeluisteren. Ik kijk hier naar IPTV. Met Nederlandse zenders en zo. En F1 wil ik graag kijken en zo. Netflix abonnement had ik al. En HBO ook. Maar dat zit hier ook allemaal in. Maar er zijn een aantal van die apps. Ik had het eerst op een Android-boxje draaien. Maar ja, er zit er zo'n rottig afstandsbedieningetje aan. Dus dat is helemaal, het is helemaal... Ja, allemaal zo goedkoop, rotzooi allemaal, weet je wel. En ik kwam erachter dat het ook met een Apple TV gaat. Apple TV is geen tv, maar het is gewoon een tv-interface. Die zit tussen jouw netwerk en je tv. En dan kan je dus, zal maar zeggen, de IPTV van, en de video's van Apple op je scherm krijgen. Maar je kan ook vanaf je iPhone kan je beelden streamen en zo. Dat is echt heel leuk. En je kan, als je net zit te schaken op een iPhone'tje. En je denkt, joh, wat is dat schermpje klein? Dan kan je dus dat beeld kan je gewoon streamen naar een televisie via die Apple TV. Hè? Maar dan had ik een hele mooie IPTV-app, die heet Pixie. En ik denk, nou, dan ga ik even downloaden, kost €8, dus in de App Store van Apple. En ik start het ding en dan staat er eerst heel een minuut lang staat er een of ander het MAC-adres van mijn. Voor mijn Apple TV. En daarna kwam er een of andere menu. Maar dat was helemaal in het Thais. Ja, nou is mijn Thais behoorlijk slecht. Dus ja, ik denk, nou ja, dan nog even gezocht op het internet. Dus ik kon niks vinden en zo. Heb ik maar even een andere applicatie hier genomen om die tv-kanalen te kunnen kijken. Maar het was wel leuk. Maar zat af en toe hing die een beetje en zo. En denk, ja, dat is ook niet helemaal goed. Dan heb ik een andere gepakt. Die heet Ibo. Die werkt perfect. En mijn vrouw vond het ook heel erg mooi. Maar toen dacht ik vanavond, ja, ik ga toch eens even kijken. Als ik met, ik pak hem even terug, hoor. Ben ik weer. Ik denk, je hebt die Google Translate app op je telefoon en die kan ook karakters bekijken via de camera en dan vertalen. Dus bijvoorbeeld, ik heb al eens een keer een apparaatje uit China laten komen. Er zat alleen maar een Chinese manual in. Ik, ja, Jezus. Dat kan ik niet lezen. Dus je houdt dan die camera met Google Translate houdt erbij en dan zie je zo dat hele stuk in het Nederlands of het Engels wat je maar instelt. Hè. Dus ik denk, daar kan even al die karakters hier op het scherm even. En toen zag ik ergens. Had ik een, het onderste balletje was precies settings. Nee, language, taal. En ik denk, nou, dan klikken we daar maar op. En ik kreeg weer een hele rij met Thais. En weer begon hij eruit gepikt. En verdomd, zeg ik, kreeg hem in het Engels. Nou, ik zat echt in de juichstemming aan het ontbijt. Of het ontbijt, aan het diner vanavond. Hè. Ja. Ja, dat was wel leuk. Ik ben wel trots op. Dus, alles wat ik wat Maartje begeert. En mevrouw is helemaal, ja, die heeft gisteravond toen het begon te werken, die heeft echt tot 4 of 5 uur tv zitten kijken. En die kon helemaal niet meer slapen van de onrust in de hoofd. Dus die liep een beetje suf rond vandaag. Ik geef weer even terug de microfoon aan de, hoe heet het, aan de controle. PA6 Echo, die is er 103 bij kant. Ja, ik vergeet het wel eens te melden, maar als je moeite hebt om je in te melden bij de ronde, ik zit op DCS007 en soms is er een verschil tussen de andere gekoppelde reflectors en de reflector waar ik zit. Het maakt niet uit waar je dan zit, maar in ieder geval, als je op dezelfde gaat zitten als waar ik zit, is de kans wat groter dat het lukt om in te melden. Ik zit op DCS007B
Tenminste, dat denk ik. Ik heb dat niet gecheckt, maar dat zou zo moeten zijn. Ik zie dat momenteel ook niet aan het scherm. Kan ik dat wel zien of niet? Ja, ik zit op D6007B. Dat nog even als informatie. Ja, ik moet zeggen, ik heb vroeger heel veel geschreven over mensen die illegaal naar de satelliet keken en op allerlei mogelijke manieren. dat was heel erg leuk, want toen ik begon bij het bedrijf wat elektronica maakte, toen was net Filmnet begonnen met het coderen ervan en Sky Channel. En dat waren heel eenvoudige manieren van coderen nog. En dan was het natuurlijk de truc van nou hoe snel hebben we dat gekraakt. Maar al snel was dat heel geavanceerd. En vervolgens moesten we daarmee stoppen. Want toen gingen we samenwerken met het bedrijf wat voor Filmnet en later Kanaal Digitaal die encryptie maakte. Dus wij droegen daar onderdelen voor aan. Maar goed, later toen ik voor het programmablad van een van de programmabladen van Veronica schreef, toen heb ik een enorme reeks gemaakt van heel veel mensen die zich daar wel eens mee bezig gehouden hadden. En dan was het altijd een kunst om die artikelen zo te maken dat zij niet juridisch in de problemen kwamen. Dus ik moest altijd onbepaalde dingen heen schrijven, maar dan wel kwijt dat ze wel eens wat ondeugends deden. Maar het moest dan toch weer ook weer niet zo zijn dat ze de economische controledienst op bezoek kregen. Maar het was de tijd dat als je in een winkel stond en ik heb heel veel... Martine, hou je muil, mijn katten. Poes die zegt, oh die is vervelend jongens. Martine, hou op, kom op. Maar ik kwam toen heel vaak bij winkels die ik interviewde. Ik heb daar echt tientallen van geïnterviewd in een bepaalde periode. En dan stond je in zo'n winkel en dan kwam er aan de lopende band kwamen er mensen binnenlopen die dan zo'n smartcard bij zich hadden. Zo'n creditcardformaatkaart. En die werd dan ingeleverd en dan kregen ze een ander terug aan de toonbank. En dan gingen ze, ja, die betaalden dus voor een abonnement en dan hadden ze recht op zo'n kaart. Maar dat was allemaal hartstikke illegaal natuurlijk. Maar er zijn er een paar die echt heel lelijk gepakt zijn toen. En dat was ook alweer triest. Want het waren natuurlijk wel kleine winkels die die hadden het heel moeilijk toen. Dus ik snap wel dat ze dat deden. Maar ja, je moet je wel aan de wet houden natuurlijk. Maar er was met name eentje die volgens mij ook die winkel over de kop gegaan is toen. Dus, of twee zelfs. Dus dat was niet leuk. Poes, hou eens even op. Ik ga hem even terugpakken, de microfoon nog. Maar dat was wel leuk. Ik loop even naar de kat toe, want die kat die is niet tot bedaren te brengen. Dat is een heel verhaal. Ik heb het geloof ik al vaker verteld. Maar... Ja, Poes, hou eens even op. Maar Poes die was dus heel stilletjes, want ze had heel veel last van artritis. Niet doen, hè? Kom op, laat me even mijn ronde doen. Even stil. Maar die had dus hartstikke artritis. Maar die krijgt een nieuwe pijnstiller 3 maanden geleden. En de eerste maand was ze nog redelijk rustig. Toen dacht ik, in principe slaat het wel aan. Maar de tweede maand, toen leek ze wel 5 jaar jonger. Maar we zijn nu een maand verder en het is echt niet voor... Ze klimt boven op de kasten weer en springt van 2 meter afstand op de tafel. Het is niet te geloven. Gooit grote stapels kartonnen dozen om waar ze dan bovenop gesprongen is. Allemaal van de webshop en zo. Maar het is echt... En het beest is lastig. Ze wil voortdurend spelletjes spelen. Maar ja, tegelijkertijd, ik lach me ook gek van de week weer. Ik snap, wacht, wat gebeurt er nou, man? Wat gebeurt er nou? Liep ze als een geit door de gang heen te springen en allerlei dingen aan te tikken. En ik... Die kat is 16. Ik bedoel, dat hoort toch niet? Goed, microfoon naar P1LZZ. De diensteronde van Papa Alpha 6 Echo. Maarten, goedenavond iedereen. Ja, ja, wij hebben een hond die 12 is. En die krijgt ook wat tegen zijn artrose. Maar die is ook, ja, die lijf en niet drukken. Ja, eindelijk is het me gelukt. Hij werkt, alleen is het nog wel vreemd dat ik de meeste niet ziet op het D-Store Live, hè. En ik denk dat de meeste niet ingemeld zijn of iets, dat vind ik nog steeds raar. Maar we hebben met veel moeite voor elkaar kunnen krijgen, dus daar ben ik wel blij mee. Ik ben even terug naar de ronde rijden. Ja, het makkelijkste is om op een repeater te kijken die op de huidige reflector gekoppeld zit. Want dan krijg je niet de mensen van andere reflectormodules te zien. Als je op de reflector kijkt, dan zie je dus alle QSO's die op de reflector lopen. Ook de QSO's waar je op dat moment niet naar luistert. Ja, ik zonder reclame te willen maken voor mijn eigen winkel. Maar in ieder geval mijn eigen repeater annex hotspot PI3XTV kun je vinden op de domeinnaam deltamike.sierrahoteloscar.tv.
Tango, India Echo Sierra, punt Bravo Echo. Ik zal het nog een keer herhalen. Delta Mike, punt Sierra Hotel, Oscar Romeo, Tango, India Echo Sierra, punt Bravo Echo. Als je dat op de browser intikt, dan zonder HTTPS ervoor, dan krijg je mijn dashboard te zien. En daar zie ik momenteel iedereen die in het QSO zitten. En de QSO's die ervoor liepen ook nog. Microfoon snel naar Tom, PR2TSL, die is daaronder, PSS Echo. Ja, genaamd John, en alle anderen PR2TSL. Ik heb eigenlijk weinig te melden. Ik wilde gewoon naar de kamer komen, misschien gezegd. Maar ik luister met belangstelling mee. Dus wat dat betreft niet veel te zeggen, John. Microfoon retour van PL2TSL. Ja, PD1 ANS en PD4 Fox Mike, jullie hebben het ook gehoord. Tom, ik had jouw eerste doorgang gemist. Ik heb je alleen in het dashboard gezien, dus ik had niet gehoord dat het al even de lijst was. Maar sowieso had ik je vast de microfoon eerst nog wel een keer gegeven. Hi. Ja, over die artrose of artritis, wat het dan ook is, maar in ieder geval die gewrichtspijn van die dieren. Ik heb begrepen, en dat is bij mensen ook zo, dat als je die pijn hebt, dan verkrampen je spieren door die pijn. En daardoor slijt het gewricht erger en wordt het ook erger. En ik dacht dus dat door die pijnstillen dat misschien haar gewrichten sneller zouden slijten. Maar het tegendeel is waar, doordat ze dus geen pijn meer heeft, verkrampt ze die gewrichten niet meer. En wordt ook die smeerlaag die er nog tussen zit, er zit een soort olieachtige iets tussen, die wordt niet weggesleten daardoor. En het gewricht wordt ook niet uitgesleten. Dus de medicijnen zijn een pijnstiller, maar ze bestrijden dus niet alleen het symptoom, maar ook werkelijk zorgen ze dat de klachten niet verder gaan. Dat is nogal wat. Die prikken voor de kat die zijn trouwens inmiddels €74 per maand. dus dat tikt hard aan. Maar het zou zo zijn dat bij een aantal katten, dat ze na de derde injectie, dat ze er toch langer mee doen dan die 4 weken. En sommige zelfs 3 maanden. Dus ik hoop het maar. Want het is best aan de prijs, hè. Goed, de eerste, er was Ale, goede avond. PD1 ANS, de dienst daaronder, Papa Alpha is Echo. Ja, goedenavond John, PSS Echo, Papa Delta 1, Alpha November Sierra vanaf Harlingen. Nou, ik denk ik meld me even in dat ik zit te luisteren. Voor de rest is er niet weinig veranderd, is hier nog steeds een puinhoop. Maar ik had het apparaat er even aan staan en ik zat er even mee te luisteren. Dus voor de rest, gebeurt er hier weinig. Het staat allemaal wat stil. Maar ik denk, ik zal even melden dat ik zit te luisteren. Dan zal het wel even net zo netjes. En misschien steek ik er nog wat van op vanavond. Oké, microfoon retour, PA6 Echo van PD1 ANS. Ja, ik zit te denken over een techniek onderwerp, maar ik weet zo snel ook niet zoveel. En ik heb niet zoveel gedaan de afgelopen weken. Het laatste grootste wat ik gedaan heb, dat was, laat ik er eigenlijk niet over beginnen, maar al wat anders wordt Robert helemaal enthousiast. Maar ik heb een aantal proeven met Whisper gedaan. Dat heb ik volgens mij ook al verteld vorige keer, maar toen jij er was. Maar in ieder geval, dat was erg leuk. Maar goed, ik ben nog steeds geen fan van Whisper, maar omdat het met de spullen die ik heb zo ontzettend eenvoudig was. En ik ga dan binnenkort nog een paar proefjes doen met antennes voor Pedestrian Mobile die ik heb. Pedestrian Mobile is lopend met een kort golfapparaat, gewoon wandelend. En dan een SSB QSO's maken. En ik wil eens kijken hoe die antennes zijn en dan doe ik er gewoon binnen. Kijk of je dan ook, voor mij heb je dan zeker goede resultaten nog met Whisper. Dat kan haast niet anders. Het zal niet zo ver gaan als met de antenne die ik gebruikt heb. En bovendien, ik heb ook 5 watt met die apparaten. Ik kan dat niet terugdraaien. Dus ja, dat moet haast best wel heel goed gaan. Hè? Maar dat wil ik gaan proberen. En ik ga ook al op 10 meter ermee testen. Maar dat is een verhaal op zich. Dus toch even wat techniek tussendoor. Microfoon naar Frans, PD4 Fox Mike Juliet, hartstikke welkom. De dienst daaronder, PSS Echo.
Ja, een hele goede avond, John. Dit is patroon van hier, volgens mij, kom je uit. Ja, nou ja, goed, ik ben het uiteraard ook weer even in. Nog steeds flink aan het stoeien met mijn 3D-scanner. Ik heb nou weer wat nieuws ontdekt, John. Ja, je kunt namelijk met een, hoe heet zo'n ding nou? Een Kinex, ja, van de Xbox. Die kun je op je PC aansluiten. En daar kun je dus ook een 3D-scanner van maken. En daar heb ik al een hele filmpje van gezien. Ik heb hem al in huis, alleen ik heb de adapter nog niet, de stroomadapter. Die hoop ik deze week nog binnen te krijgen. En dan ga ik daar even mee experimenteren, John. Ah, Rossi, ja, ik... een van mijn twee 3D-printers is waarschijnlijk stuk. Dus, maar ik wilde die andere vooralsnog niet gebruiken. Ik wilde eerst kijken of ik deze aan de praat kan helpen. Want ik heb er twee, dan heb je één op reserve. En die ander doet het. Maar ik krijg deze niet aan de praat. Die zit, ja, ik dacht eerst dat hij verstopt zat. Maar het resultaat is gewoon of heel brokkelig en heel slecht en ruw. Of helemaal niet. En ik dacht eerst dat het lag aan dat ik oud filament gebruikte. Maar dat is niet zo. Heb ik vanmiddag geconstateerd. Ik denk haast, want er komt stoom van het filament af. Dat heb ik nooit eerder gezien. Ik denk haast dat de temperatuursensor kapot is. Het kan ook rook zijn, maar ik denk dat het stoom is. Dat er een restje water uitkomt. Dat is wit. Maar in ieder geval, dat is niet goed. En ik denk dus dat hij gewoon een te hoge temperatuur heeft. En dat dat de reden is. Dus ik zou eens kijken of het met die andere wel gaat. Straks heb ik er twee die het niet doen. Hè. Maar ik wil toch nog een keer een Prusa kopen. Maar het is even op de lange baan geschoven door wat redenen. Ik weet dus niet of ik er veel mee kan doen momenteel. Ik heb de afgelopen weken, totdat hij ermee ophield, heb ik toch wel heel veel dingen nog geprint eigenlijk. En hij was maar een keer over het, ik weet niet of ik dat verteld had, maar hij stond op een kastje naast het traphekje boven. Ik heb zo'n zithoek boven met een trap. En daar stond hij precies op de hoogte van het traphekje. En het filament dat kwam dus aan de andere kant van het traphekje. En op een gegeven moment hoorde ik een enorm harde knal. En ik denk van, oh, mijn kat is wat aan het doen. Want dat is meestal zo als ik een enorme knal hoor. Maar dit was de printer en die had dus zichzelf, het filament was vastgelopen. En ik heb niet zo net afrolklos. En die had zich dus over het traphekje heen getrokken. En daarna heeft hij dat wat tijd gedaan. Maar ik denk toch dat hij daar een te harde klap... Het was ook echt een onvoorstelbare herrie. En ik was eigenlijk heel verbaasd dat hij... Want hij hing ook helemaal uit elkaar. Ik was heel verbaasd dat hij nog deed. Maar ik denk dat hij toch de geest gegeven heeft. Maar ja, ik heb €35 voor het ding betaald. Ik heb er twee voor €70 gekocht, kun je zeggen. Ik heb één cadeau gehad, omdat ik ze geholpen had. De importeur met wat technische problemen. Maar toen zei hij, oh, ik kreeg een extra printer. Ja, dat is leuk. Maar die printers waren toen 17 toen. Dus, en ik heb 17 betaald en daar heb ik er twee voor gekregen. Dus ja, niet zo gek. Maar ja, dan moet je ze niet slopen natuurlijk. Hè. Microfoon aan Peter, P1 HPB. Als je niet, niet met FKM in QSO is nog steeds. Van Papa Alpha 6 Echo voor de dienst daaronder. Ja, oké, John. Nou, ja, ik heb nog geen 3D-printer. Ga ik er vast ooit nog wel een keer van komen. Hè? Ja, is toch wel, ja, ik heb niet zo heel veel om te printen. Maar... Ja, het is wel leuk natuurlijk als je een keer wat onderdeeltje kan printen. Ja, ik hoorde jou net over je kat. Kat zeggen van ja, die pijnstillers, ja, die is duur natuurlijk, €74. Maar... Ja, ik heb dat zelf ook. Ik had het zelf. Dan ben ik natuurlijk geen kat, maar ik had wel een beetje hetzelfde idee. Hè? Ik heb wel eens, nu en dan heb ik het wel eens in mijn rug, dat heb ik een heel leven al. Maar af en toe nog schiet het er weer eens in. Moet ik ook tegen de fysio, ga ik naar de fysiotherapie. En, ook bij de dokter, ik neem geen pijnstillers, want ik denk, ja, dan ga ik dat weer overbelast. Hè? En dan voel je het niet meer. Nou, dat was eigenlijk juist net het tegenovergestelde. Hè? Die zeggen, ja, hier moet ik juist wel nemen. Dan komt het weer op gang. Ja, dan hoor ik jou ook zeggen van... dat beestje gaat anders lopen. En, en inderdaad, hè, dat is bij de meeste toepositie zo. Hè? Je gaat anders
je gaat anders lopen, je gaat je erom gedragen dat je zo min mogelijk pijn hebt. Ja, dat is niet de gebruikelijke manier. Hè. Dus die zeggen ook van, ja, je moet gewoon pijnstillers nemen. Dat je dat gewoon niet voelt, dan ga je het weer normaal gebruiken. En anders ga je een andere vorm al nemen. Hè. Dan ga je het op een andere manier gebruiken. Ja, dan lost het probleem niet op. Ja, het is een beetje tegenstrijdig, dat dacht ik ook. Hè. Maar ja, de dokter in de fysiotherapie zegt ook van, ja, gewoon pijnstillers nemen. Ja, dat is voor dat beestje ook zo, John Hoven. Ja, precies. Om te zorgen dat ik wat langere breaks laat, want ik ben nogal ongeduldig, heb ik de porto gewoon heel ver weggezet. Dus elke keer aan het einde van een doorgang voor mij zet ik het ding op een andere tafel. Dus ik moet opstaan om het ding te pakken. En dan wacht ik vanzelf lang genoeg, hè. Dat is handig. Maar ja, ik moet wel steeds opstaan. Maar het is goed voor je gewrichten, hè. Nou ja, de grap was dus. Ja, ik heb een dierenarts, die is geweldig. Dat is echt... Die echt, in eerste instantie twijfelde ik wat, maar die is echt fantastisch. Dus, je moet even aan haar wennen. Maar ja, ik heb mijn kat heeft enorm veel gezondheidsproblemen. Dat is net het baasje trouwens. Maar in ieder geval, en ja, bij mij, het is hoor, het valt gelukkig mee de laatste jaren. Maar goed, ik heb al wat te verstouwen gehad. Maar bij poes is dat ook zo. Dus we zien die dierenarts geregeld. Maar die arts die is... ooit in Griekenland en in Oostenrijk was hoofd van een diergeneeskundige afdeling van de universiteit. Maar die komt dus een man uit Nederland tegen. Dus die is hier gaan wonen. En we hebben inmiddels kinderen. En dan wilden ze toch een praktijk hebben. Dus heeft die praktijk hier bij mij in de straat overgenomen. Nou, dat is echt iemand die zeer, zeer kundig is. Maar goed, ik zei dus tegen haar, ik zeg van ja, die medicijnen die werken zo goed voor die kat. Is dat er voor mensen ook? Nee, zegt ze. Want ze gebruiken dat eerst een aantal jaren voor dieren om te kijken of er geen bijwerkingen zijn. Ik denk, nou dat is ook lekker. Maar mijn kat een proefkonijn. Maar ja, het werkt wel heel goed. Hè? Maar voor mensen is dit medicijn er in ieder geval nog niet. Het is nog niet goedgekeurd. Maar dit werkt zo spectaculair goed. Dat is echt niet te geloven. Die kat is echt... De eerste was dat ik dacht van nou, ze gedraagt zich 5 jaar jonger. En ze is dus 16. Maar ik denk dat ze misschien wel 7 of 8 jaar jonger gedraagt. Hè? Maar alle rotstreken die het beest had, die zijn ook terug. Dat is al heel wat minder. Ooit heeft ze... Zeker voor 700-800 euro aan coaxkabels en ik weet niet wat allemaal voor hobbyspullen van mij verklooid. En ze heeft een keer de centrale verwarming volledig onklaar gemaakt, ook met 700 euro schade. Dat was gelukkig wel vergoed, hoefde ik niet zelf te betalen. Maar die hobbyspullen, die heeft ze echt verklooid en die moest ik zelf weer nieuw kopen. Hè? En ik maak een antennetje op de overloop om wat metingjes te doen. En het was niet een half uur later of de coax die lag in stukjes van 10 centimeter op de grond. Hè? En ik had een andere kat die deed het ook. Maar die keek me dan zo aan van, nou dat heb ik toch mooi voor je gedaan. Maar deze die had het gewoon uit de rottigheid gedaan. Hè? Echt, oh, dat is echt maar. Het is op zich in de tussentijd is wel een heel lief beest hoor. Maar als ze van die buien heeft. Nou goed. Microfoon naar Robert. PR3 BKL. Volgens mij wel, ja. Ja, nee, dat klopt. Ik zit in een goede volgorde. Dit is Papa Alphen en Echo voor de Diestaronde. Ja, ik heb het tussenruimte. En ik had een beetje het idee dat, ik zie net in de lijst dat Frans, goedenavond ook, om 21:50 inlogde. En dat kan zijn dat hij er niet tussen komt of dat hij gewoon... nog even wat anders aan doen was. Ja, ja hey, Frans, die, als je dadelijk de microfoon weer aan Frans geeft, John, dan wil ik toch even vragen aan Frans of hij eventjes wil uitleggen wat hij nou precies op zijn 3D-printer heeft aangesloten. Een Pinex of zo. Ik weet bijvoorbeeld niet wat een Pinex is, of wel een Phoenix. Dat is een of andere super woonwijk. Maar een Pinex, je hebt iets en daar kon je dan mee scannen of zo. Ik heb laatst ook een projectje gezien dat je heel simpel een 3D-scannertje kon maken. Maar dat is wel interessant in technologie natuurlijk. Wat wil ik nou nog zeggen? Ja, John, je had zelf ook nog een vraag die je wilde stellen, maar de vraag was jou ontschoten, dus misschien dat je daar even over na kan denken. Maar ja, ik heb eigenlijk wel een beetje de pest in. Ja, ik ben heel blij met mijn MK3S Broeza-printer. Maar er is nou een MK4, dat bericht kwam precies op één dag voor 1 april kwam dat in de pers. En toen denk ik van, ja,
Dat is een grapje natuurlijk. Ik heb dat meteen in de gaten. Want ik zie 1 april altijd al van verre afkomen. En ik ruik het ook een paar weken van tevoren. En toen dacht ik van ja, om nou nog een ontwerp. Ze hebben nu een andere, hè. Ze hebben die XL-printer. Dat is een Core XI-printer. Dus die heeft niet 2 aparte belts voor X en voor Y, maar dat is 1 combinatie. Hè? Dus 1 band die loopt over diverse tandwielen en die schuift dan die kop heen en weer in een XI-vorm, beweging. En dat werkt natuurlijk veel sneller natuurlijk. Hè? Maar het leuke is dat ze nou eindelijk van het bij die MK4, die opvolger van de MK3 die ik hier heb staan, hebben ze een 32 bit processor gedaan. En die zit dan in een scherm. Het is wel een aanraakscherm, maar de aanraaksoftware die is nog niet klaar. Zo nieuw is dat ding. Moet nog gebouwd worden, denk ik. En er zit, wat het allermooiste is, je kunt er heel makkelijk een nozzle mee bij vervangen. Je haalt gewoon het kastje open in de extruder en je haalt die nozzle eruit, of de hele heat break. En doe je er een ander in. Ja, dus natuurlijk, dan heb je voor het repareren, hè. Dus je printer verstopt zit, dan ben je eerst met een conventionele. Ik pak hem even terug. Met een conventionele printer moet je dus eerst de boel heet stoken. Dan moet je met een naaldje in die nozzel zitten poeren. En dan hoop je maar dat de verstopping eruit gaat of zo. Ja, dat is wel dramatisch hoor. Soms zit er in dat filament. Zitten er onregelmatigheden in, of klontjes of zo. Ja, die komen dan in dat hele kleine gaatje van 0,3 of 0,4 mm. En dan is het verstopt, hè. En dan is de extruder, die kan natuurlijk heel erg hard dat filament door dat gaatje persen. Maar ja, met de verstopping wordt dat toch wel een hele klus, hè. Dan blijft het dus zitten. En dan hoor je dus tok, tok, tok hoor je dan, van het getik. Dat is dus als de tandwielen die met hun tanden het filament beetpakken. Eigenlijk helemaal een beetje vernielen eigenlijk. Even flink hard drukken door die nozzel heen, zodat het filament op het hotbed komt. Ja, dat trekt hij niet. Dus dan slaan die tanden slaan door in het plastic en dan is het einde oefeningen. Dus maar met die nieuwe MK4, ja, maar ik zou zeggen, John, voor €750, wat een hele hoop geld is natuurlijk, heb je gelijk de nieuwe MK4 van Poza, hè? Ja, als je die zou kopen, dan ben ik wel stinkertje los natuurlijk. En wat er ook in zit, is het allermooiste. Kijk, ik heb hier automatische bedleveling. Dus hij op 49 plekken op het bed test hij of er bobbels in zitten. En die verdisconteert hij in de hoogteberekeningen. Maar nu zit er dus een loodcel aan de kop. En dat proces gaat helemaal automatisch. Hè? Dus een soort, zeg maar, een rekstrookachtig principe waarmee de druk wordt gemeten. En het is wel een ding. En er zit input shaping in. Dus het tril resonantiefrequentie van die hele kop wordt gemeten. En dat wordt ook verdisconteerd, dat je dus niet van die ringing krijgt, hè, van die halve cirkeltjes in je print en zo. Ik geef maar even naar dit enorme oude verhaal terug aan John P6, ook al van PR3 BKL. Oh, 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 Poek staat weer aan de andere kant van de deur. Wow, 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 wow. even kijken hoor. Ik had inmiddels het linkje wat Frans van wat hij vertelde op de chat gezet had. Dat linkje dat heb ik naar jou gemaild, Rob. Niet dat ik daarmee Frans het verhaal voor het gras voor de voeten wegmaai. Dat was niet de bedoeling, maar dan weet je wel waar hij het over heeft. Dus ik kan zelf zeggen hoe hij dat gebruiken kan, hè. Ja, de eerste volgende op de lijst is dus Ton P1LZZ. Ik weet niet, het is niet verplicht, maar ik weet niet of je op de site gekeken hebt en daar nu wel de stations zitten. P1LZZ, die is daaronder, Papa Alpha 6 Echo. P1LZZ? Ja, John. Ik heb inderdaad al bewaren. Dat ten eerste voor de hond ben ik elke maand nu €115 kwijt. Maar goed, dat zal jij ook wel hebben, dat hebben we er wel voor over. Dus dan moet het maar elke maand. Het moet naar de dierenarts toe. Die zit in Barendrecht, ik was zelf in de kerk. En dan weer €115 aftikken en dan weer de volgende 4 weken. Maar dat moet hij voor de rest van zijn leven. Dus
Dan weet ik waarvoor ik, ook al ben ik op deze tijd met pensioen, toch nog een keer erbij moet gaan, of gaan werken. Ik werk nog een paar ochtenden, moet ik zeggen. Een andere vraag, een technischere vraag. Ik heb die site geopend. Maar de eerste vraag is, moet je onthouden, gaat dit omtrent alle D-Star-repeaters in Nederland? En ik zie bij sommigen bij jou staan dan, en bij mij staan HGW. En bij jou PI3, dus dat is groot Amersfoort, had ik geloof gezien. Maar bij sommigen zie ik staan PD1 HPB. Gebruiken die dan een hotspot? Ja, ik ben nieuw in deze techniek, dus analogisch prima, maar digitaal niet. Waarom staat er bij de ene inderdaad een repeater? En ik denk dat de andere zeker gewoon een hotspot is. Van P1 als is het naar jou, John. Ja, Rossi, ja, ik kom uit de omgeving waar jij, tenminste daar heb ik 10 jaar gewoond. Waar jij woont. Ik heb in Dordrecht gewoond 10 jaar lang. Van mijn eerste tot mijn 11e. Het is al even geleden, want ik ben ook al 66. Maar, ja, ik weet niet helemaal precies wat je bedoelt. Ik heb een PI3 call omdat ik een vergunning ervoor heb. Dus, en dat betekent ook dat mijn hotspot door anderen gebruikt mag worden. Dat mag anders niet. Je mag je hotspot wel onder het huidige beleid mag je wel een hotspot gebruiken. Dat is een experimentele toepassing. Het staat niet in de regels genoemd. Maar dat is oké. Okay. Dus je kunt een hotspot kun je wel gewoon gebruiken. Maar je mag geen andere mensen jouw hotspot laten gebruiken. Dus dat is. En die hotspots die werken onder de eigen roepnaam. En wat ik heb hier een vergunning ervoor aangevraagd. Dus die van mij die heeft ook veel meer vermogen. Het staat niet zo hoog, het staat 12 meter hoog en heeft iets van 35 watt. Dus het bereik met een porto is ja 6 kilometer en dan houdt het wel op. Hè. Maar dat is voor mij voldoende. In de hele stad hier heb ik gewoon bereik met mijn porto. Maar dat is de reden dat het PI3 is. Het kan ook PI1 zijn, PI6, PI2. Dat kun je tegenwoordig allemaal kiezen. Andere cijfers niet volgens mij uit mijn hoofd. Nee, alleen de 6, de 3, de 2 en de 1. Voor PI, hè. Want PI4, dat zijn clubstations. En PI8, dat zijn de mailboxstations. Dus, maar in ieder geval, dat betekent dat je de vergunning voor hebt aangevraagd. En ja, dan is het bereik van zo'n ding groter en dan mag die ook door andere mensen gebruikt worden. Dus dat is een beetje. Maar goed, voor mij is het wel gewoon een hotspot. Maar het verschil tussen een hotspot en een repeater is in dat dashboard niet zo verschrikkelijk groot. Mijn dashboard wijkt wel af van dat van de meeste, omdat mijn hardware alleen D-Star aan kan en geen andere modus. Dus dan in dat geval is het wat eenvoudiger de site dan bij de meeste anderen. Dus daar zie je waarschijnlijk wel een verschil. Maar dus dat, ik denk dat dat de verklaring is van wat jouw vraag was. Ja, en als je hebt de reflectors, die hebben ook zo'n dashboard. Maar je kunt dus op DCS-007B zitten, DCS-007C en nou ja, de hele mikmak. En die hebben vaak ook een eigen toepassing. Sommige die zijn alleen voor data, andere zijn bij voorkeur voor technische gesprekken. En er zijn ook van die regionale modules. En als je op de hots of op de reflector kijkt, op de site van de reflector, dan zie je dus het verkeer op al die modules samen. Dat is meestal niet zoveel, want het meeste verkeer zit toch op B, wat de landelijke reflector is. Ik hoor wel eens mensen QS waaien gaan en zeggen, ja, we willen de landelijke reflector niet bezetten. Oh, maar ja, het is zo rustig. Blijf alsjeblieft zitten, denk ik dan. Dan is het tenminste nog wat te horen. Maar je ziet wel, als meerdere gesprekken tegelijk lopen, zie je ze dan door elkaar heen lopen. Hè? Ik pak hem even terug. Je kunt overigens wel aan de letter zien op die dashboards van de reflectors welke het betreft. Maar je hebt toch heel makkelijk dat je verward raakt. En ja, als je op een repeater kijkt of op je eigen dashboard, als je een hotspot hebt, dan zie je in ieder geval de reflector, uitsluitend de reflector of de repeater, dat kan ook waar jij aan gekoppeld bent. Je kunt ook aan repeaters linken, de meeste mensen weten dat niet, maar dat kan ook. Maar dat is niet altijd super eenvoudig. Ja, meer zeg ik daar niet over, want anders wordt het te ingewikkeld. Moet ik nou Alen wel of niet een microfoon geven? Volgens mij had je niet zoveel te vertellen, Alen. Maar ik waardeer wel dat je je inmeldt. Dus wat ik doe is, ik sla je over. Als je toch nog wat wil zeggen, dan kun je uiteraard, iedereen kan dat doen. Dan kun je uiteraard melden. Microfoon naar Frans. Ben je 4 Fox, Mike Juliet. Die staat rond, Papa Alpha 6 Echo. Ja, het gebeurt vooral nog wel eens dat hij dubbel zit. En ik denk dat de kans nu ook is dat dat nu gebeurt. Hè?
Ik denk dat Ala toch de microfoon wilde. Frans, was jij er nog? Volgens mij heb ik weer nog gezeten. Ja, het is, je hebt altijd pech, Frans. Het is echt niet te geloven. Maar inderdaad, Ale die meldde zich met een draaghol. Dus ik denk dat hij de microfoon nog even wil. Maar ik heb jouw doorgang niet gehoord. Sorry. Ja, ik kan het zelf niet helpen, maar ik zeg toch sorry. PD4 Fox Maculeert, die is daaronder. PSS Echo. Gaat het wel een keer proberen? Ben ik nu wel te horen? Bij mij wel. Hier ook, Luisterrijk. Oké, nou ga ik nog een keer proberen. Ja, ik had het YouTube-filmpje erin gestuurd. En als je ziet, voor 15 euro, als je een beetje slim bent om een knecht te vinden. En mocht ik wat daar nog in zoeken, dan heb ik daar ook wel een leuke site voor. Om dat apparaatje aan te schaffen, hè. Dus ik wil al eens even meer gaan experimenteren. En ik heb op YouTube dat filmpje gezien. En nou, als het voor de helft al zo'n resultaat heeft, dan ben ik dik en dik tevreden. Dus mijn gedoe. Ja, Rossi, ja, ik durfde niet, toen jij dat vroeg, Frans, ik durfde niet in de lucht te komen. Ik denk, straks dan ben ik weer de veroorzaker dat het nog een keer misloopt, hè. Maar Ale zei in ieder geval wat. En ik zie ook Jan, volgens mij, PNL-JCN. Dat weet ik bijna zeker dat het Jan is. Ja, ook goede avond. Duidelijk. En ik denk dat, dat Robert ook gezien heeft. Ik heb het linkje van, dat had ik gezegd, heb ik doorgestuurd. Ja, microfoon naar PNL JCN. Die is daaronder, PSS Echo. Ja, goedenavond iedereen. PSS Echo. John, goedenavond iedereen. Amateurs. Een hele goede avond. Ja, ik had hem hier aanstaan en ik denk, ja, het was net een misverstandje. De amateur dacht dat hij niet hoorbaar was en ik zei, ik hoor je Luisterrijk. Ja, oké, okay, ja, ik heb een paar keer niet meegedaan. Ja, druk. Je kent het wel, John, en dan ziet het er bij in, hè. Maar ik zit, zit er iemand dat anders dat weet? Ik heb het vermoeden dat ik in de FT2 data een beetje lekstroom heb. Omdat als ik het portofoon uit heb staan, dan gaat de accuplek toch leeg na een week. Dus is je helemaal leeg. En, maar er zitten zoveel opties in het apparaat. Dat is een C4FM apparaat trouwens, van Jesu. FT2 Delta. Het oude type met een heel groot display. Dus wel, dat is al gelijk mijn hart. Maar er zit zoveel modi zit erin, en APS en GPS en van alles zit erin. Ik kan bijna niet in denken als je een apparaat uit hebt staan, dat hij dan ook stroom verbruikt. Dus dat kan ik bijna. Maar van de andere kant werken heel vaak dingen achter de schermen. Misschien dat iemand dat misschien kan toelichten die het apparaat kan. Hij is niet meer een van de jongste, maar ook niet super oud. Ja, maar vroeger ging de radio gewoon 30 jaar mee, hè. Dus tegenwoordig wordt dat antiek genoemd. Dus daar wil ik even zo van kwijt. Oké, ik heb de microfoon naartoe naar PA6E, PA0JGN in het groepje. Ja, Jan, ik ken het apparaat niet, dus ik weet het niet. Nee. Nee, ik had ooit wel een heel oud apparaat en die kon je dus. Daar was het geheugen niet permanent. Het was, oh, ik ben even de naam van het ding vergeten. Het was een van de eerste porto's waar een microprocessor in zat als controller. Een 4-bit microprocessor trouwens. En dat ding had maar 4 geheugens of zo, helemaal niet veel. Maar je kon hem dan die geheugens laten onthouden. Maar ja, dan was ook in no time waren die accu's leeg. En je kon dus, er zaten twee standen op. Je kon hem uitzetten dat hij de geheugens bewaarde. En je kon hem uitzetten dat hij helemaal uit was. En dan bleef die accu die toch nog niet zoveel voorstelde. Het was nickel cadmium in die tijd nog, zo lang is het geleden. Maar ja, zoiets zou het kunnen zijn. Maar ik ken het apparaat niet, joh. Dus ik durf daar niks. Je moet echt iemand hebben die de ervaring mee heeft. Om te weten of het normaal is. Ja, ik zie trouwens, ik zat op jouw QRZ.com te kijken. En ik zie daar dat fraaie torentje daar in het Kronenburgpark. Hè? ik weet niet hoe ik dat nou moet zeggen, maar
Er is daar een bankje beneden, daar heb ik nog bijzondere herinneringen. Mijn eerste vriendin. Nou, niet mijn eerste, mijn derde vriendin was dat volgens mij. We zijn lang bij elkaar gebleven. Dus, maar dat was er precies onder die toren. Dus dat is wel leuk om dat te zien. En het stond er toen ook zo in bloei. Dus ja, prachtig. Het was lente, ja, heb je dat, hè? Dat is lang geleden, echt lang geleden. Ik was 26 volgens mij. Ja, ik denk nu 66, dus reken maar uit. Nu ben ik helemaal van mijn apropos. Even kijken, microfoon op Peter. PD1 HPB, de D-Star-ronde, Papa Alpha 6 Echo. Ja, oké, John. Ja, even voor PE1 LZZ. Ja, dat klopt, hè, dat je dan bij mij mijn eigen kogel voorbij ziet, want ik zit inderdaad in een hotspotje. Dus dat heb je in ieder geval goed opgemerkt. Ja, ik zit niet via repeater. Ik heb ook geen repeater hier in de buurt, dus... Dus vandaar, hè, dat je mijn call zijn zien... dat het via... PD1 HPB gaat. Ja, omdat het gewoon via ons potje gaat, dus... Ja, dat heb je in ieder geval helemaal goed opgemerkt, hè. Ja, ik heb niet zo heel snel een repeater hier in de buurt. Een D-Star repeater hier in de buurt, dus... Dus dat allemaal via ons potje. Dus dat was nog even de toevoeging naar John. PA6 Echo, PD1 HPB. Ja, ik zat nog even te denken hoe ver jij van de nieuwe repeater in Den Helder vandaan zit. Maar volgens mij is dat toch nog wel een aanzienlijke afstand, hè? Het is lang geleden dat ik daar geweest ben en dat was met de trein. Volgens mij was van Alkmaar tot, wat het ligt naast Rugelwaard, of ja, de pal naast, waar ik ook wel eens geweest ben trouwens om een zendamateur te interviewen. Maar ook in Den Helder wel eens, maar in ieder geval, voor mij is van Alkmaar naar Den Helder is nog een heel eind met de trein, hè. Dus, volgende op de lijst, dan moet ik gaan spieken, want... Even kijken. Ja, dat is Robert. PA3 BKL. De D-Star-ronde van PSS Echo. Ik weet niet. Robert, was jij er nog? PA3 BKL van PSS Echo. Volgens mij heb je gewoon zijn microfoon ingedrukt. Hij komt er niet overheen. Voor mij was jongen even iets te snel, denk ik. Ja, of mijn doorgang is doorgekomen, dat kan ook. Even nog een toelichting tot John. Die kaart is betaald door de gemeente Nijmegen. We konden toen 10.000 kaarten laten drukken bij die bekende amateur in België. En dat werd betaald door de gemeente Nijmegen. Er staan aan de achterkant van die kaart staan er 10 amateurs die we kunnen aankruisen. En dan is dat gelijk de gemeente Nijmegen promoten over de hele wereld. Dat was de opzet. En dat is dan ook gelukt. En we moesten dan de 10 amateurs vinden die die exen. En dat waren de kosten voor de gemeente Nijmegen. Maar die werden steeds minder hoe meer we aan het einde van het jaar gingen. Dus we hebben dat snel door doorheen moeten drukken. Dan had ik nog een vraag. Ben je bij dat vrouwtje gebleven waar je op dat bankje gezeten hebt, John? Ja, 9 jaar lang. 9 jaar lang. Ja, ze was toen al dokter. Dus ik ze behandelde toen in het Radboud ziekenhuis zuigelingen. Dat weet je misschien wel. Maar wij zaten daar op... Ze woonde toen nog op een studentenflat. En... vanuit het raam konden die helikopter daar zien landen. En die waren toen tegenwoordig is het ook voor ongelukken en zo. Maar toen we die helikopter vlogen, toen alleen voor vroeggeborenen. Die heel ernstig eraan toe waren. En dan zag ik op het dak daar, ik kon dus dat helikopterplatform zien. En dan zag ik haar daar staan. Ik wist niet dat zij dat was. Tenminste, ik kon niet zien dat zij dat was, want het was te ver weg. Maar ik zag daar wel wat mensen lopen. En zij was dan degene die die zuigeling aanpakte vanuit de helikopter. En dan werd het meteen in een couveuse gedaan. En dan gingen ze behandelplan uitzetten en dat soort dingen. En wel veel bewondering voor dat ze dat deed, hoor. Maar we zijn inderdaad...
9 jaar bij elkaar gebleven. En ik ben in die tijd zelf erg veranderd. En op een gegeven moment, als een van de twee partners verandert, dan werkt het soms niet meer, hè? Dus dat was het einde van de relatie. Bizar genoeg, ze woonde toen in Nijmegen, maar ze woont nu in Amersfoort, op 2 kilometer hier vandaan. met haar echtgenoot. Ik weet niet eens of ze getrouwd zijn trouwens, maar in ieder geval, ze zijn al wel bij elkaar. Dus ja. Maar dat is het 9 jaar dat ik daar in Nijmegen rondgelopen heb, dat ik met haar een relatie had. Dus vandaar dat ik Nijmegen erg goed ken. Ik ben echt wel, ik vind het echt een leuke stad. Maar dat tezijde. Ik wilde ergens op reageren, maar door dit intermezzo ben ik dat wel even goed vergeten. Ik kijk nog even of Robert er nog is, van PSS Echo. Hoi John, ik moet me even van tussen melden, van P1LZZ. Ton, heel netjes dat je dat doet. Bedankt voor het meedoen, hopelijk tot volgende week. Van PSS Echo. Ik ga het proberen te onthouden, ik ga het opschrijven. Dankjewel en het was gezellig. Tot de volgende keer van iedereen. Prettige avond allemaal van P1LZZ. Roger, Roger, waar is Robert? Ja, ik ben er nog. Kijk, dat is interessant. Toen net de doorgang was van P1LZZ, zag ik hier op een waarschijnlijk een nieuwe functie in de firmware die ik vanavond heb geüpdate. Zag ik een doosje met een uitroeptekentje erin. Is LZZ er of niet? Hier is Poetsie. Ja, oké. Okay. Ik had eigenlijk even een foto moeten maken van het scherm. Ik denk, hé, wat zie ik nou, joh? Ik denk, is dat nou een fout karaktertje of zo? Is gewoon je ziet een soort, ja, het tekentje van een IC9700 met een waarschuwingsuitroeptekentje erin. Aan de rechterkant bovenaan. Zo'n grafisch icoontje. Nou ja, ik zal even een mailtje sturen. Dan, want dat is wel interessant. Misschien dat hij heeft een nieuwe, dus waarschijnlijk zat daar al de nieuwe firmware in. En meestal heeft de ICOM, als er ergens een leuk stukje software bij kan, dan doen ze dat in meestal alle compatible toestellen. Dus meestal in alle D-Star spullen worden daar meestal dezelfde features ingezet als tenminste technisch kan. Hè? Ja. Maar goed, weet je al wat jij mij wilde vragen of ben je dat weer vergeten? Nee, ik weet het niet meer, maar het zal vast wel heel erg onbelangrijk geweest zijn. Ik zag trouwens, maar dat zie ik heel laat, dat zo pas om 16 over 9 ook PR3AIW zich nog heeft ingemeld. En die wil ik zeker even de microfoon geven. Hans werkt met een smartphone. Dus ik hoop dat... ik bereid iedereen maar even voor op de modulatie, laat ik het zo zeggen. PR3 Alpha Yankee Whiskey van Papa Alpha 6 Echo voor de D-Staron. Ja, ik ben er wel, maar ik vrees dat het bekend dat er nog is. Dus ik luister even of dit, wat is even verstaanbaar is. Dit is PA3AEW. Ja, ik kan het wel verstaan. Iedereen mag zometeen schelden op hoe het klinkt. Maar ik kan het wel verstaan, Hans. Ga je gang. Ja, ik wil het zo op dit moment niet terugluisteren, maar laatst heb ik het wel gedaan en dat was inderdaad niet al te mis. Maar ik ga even meekijken. Ik heb inmiddels onderzoeken naar het Discord, zodat ik ook een beetje het overzicht heb van wie er allemaal aanwezig zijn geweest. Dus ik kan het weer een beetje volgen. Maar ik ga onderzijd, dan is in ieder geval de verbinding gelukt. En dan luister ik verder gewoon even zelf mee, John van der IAEW. Ja, Rotje, dit gaat ongetwijfeld hele leuke reacties opleveren, Hans. Maar ik vind het wel leuk dat je inmeldt, dat meen ik echt. Oké, even kijken wie dan de volgende op de lijst was. Robert hadden we gehad, LZZ is weg. Ale, die meldde zich zo pas. Die heb ik helemaal niet de microfoon gegeven. Ale, ga je gang, van PSS Echo. Ja, oké, John. PSS Echo. Ben die ene aan is. Ik ben er nog steeds. Ik zit nog steeds te luisteren en er komt van alles voorbij.
En de laatste doorgang, dat klonk een beetje, dat was voor mij een beetje moeilijk te verstaan. Ik mis ook een frequentiegebied in het gehoor, dus daar zal het vast mede aan liggen. Voor de rest gebeurt er hier weinig, nog steeds een beetje rotzooi en weinig vooruitgang. Maar ik was er weer even bij, luisterend erbij, dus in ieder geval bedankt even voor de ronde alvast van PD1 ANS. John, microfoon terug. Ja, Roger, ja, Hans werkt met Droidstar, dat is een programma, een app. En ik heb het idee dat het wel goed kan werken, maar het gebiedje qua sterkte waarbinnen het goed klinkt, is heel klein. Dus je moet echt heel precies zorgen dat je precies binnen dat niveau blijft. En je hoorde ook dat Hans op een gegeven moment wat harder ging praten. En toen ging het meteen fout, toen ging het meteen heel erg vervormen. Dus dan zit je dus boven de grens waarbij het goed gaat. En dat is een beetje zoals bij digitaal werkt. Hè? Als je bij digitaal, tenminste in de meeste gevallen, niet alles werkt op dezelfde manier. Maar in de meeste gevallen is het zo dat je heel snel de vervorming krijgt van te hard modelleren. Veel sneller dan bij je analoge modus. En als je te zwak modelleert, dan verdwijnt heel veel detail uit, uit wat je zegt. Dus dan wordt op een gegeven moment wordt het daardoor een gemompel. En het principe wat ze bij Droidstar gebruiken, is het gebiedje waarbinnen het nog wel goed functioneert, is gewoon bijzonder klein. En tegelijkertijd is het zo dat het ook dan nog niet heel goed klinkt als je daar goed mee zit. Hè? Maar het is heel lastig te doen omdat je het zelf niet terug hoort. Jawel, wie is de volgende op de lijst? Frans, PD4 Fox Mike Juliet, de D-Star-ronde van PSS Echo. Oké, nou ben ik weer, hè. Ja, nou kijk ik of het nu wel gaat. Ja, zo zie je, hè. De aanhoor die bent. Ja. Ja, nou ja, goed. Ik heb het niet meer gehoord. Maar hij zou dat vinkje wel gekregen hebben voor jou. En wie weet, kunnen we daar iets mee zorgen. Dus ja, ik ga er wat even mee stoeien en het wordt vervolgd. Ja, Roger. En ook bij 1HLV, Ruud, op de valreep is hij erbij gekomen. Jawel, en ik schreef in de chat dat je goed doorkwam. Hè? Want ja, het punt is, als je hem loslaat en hem opnieuw pakt, dan kan hij alsnog de fout ingaan. Hè? Dus als je ze vraagt van, nou, kan iedereen mij goed horen, dan was het de keer daarvoor wel zo. Maar of de doorgang daarna ook lukt, dat is natuurlijk net zo onzeker als die ervoor. Maar als je het in de chat retour krijgt, dan weet je wel dat het werkt. Goed. Microfoon en Peter, PD1 HPB. Hopelijk ben je niet te erg geschrokken van Droidstar, Peter, van PSS Echo. Ja, dat was zo. Ja, ik ben blij dat je me even gewaarschuwd hebt. In ieder geval de volumeknop even naar beneden draaien. Ja, dat roept daar. Ik ben er ook niet heel fan van, hoor. Nee, om het zo maar te zeggen. Ja, het klinkt heel erg veel donker zit erin. Hè. Het is heel erg hard, dus. Ja, het klinkt eigenlijk voor gemeten, maar. Nou, ik was blij dat je me even waarschuwde, Sjoep. Ik had het volumeknopje al even lager gezet. Het is voor de zorg verstaanbaar, maar ik kon het even voor gaan eten, hè, maar oké. Dat ligt niet, dat ligt gewoon aan het roestel, hoor. Ja, dat ligt gewoon aan het roestel, ja. Ja, het is niet beter. Het is niet beter dan als ik het door krijg, hè, dus. Maar oké, maakt niet uit. En ik ga er ook een eind om breien hier aan deze kant. Dus ik heb weer een goede gelegenheid om er eventjes een eind om te breien. Ik ga even een hapje eten en dan gaan we weer afdraaien. Want morgen moeten we weer aan de arbeid, John. Dus ik wens jou nog een hele prettige avond en iedereen een hele prettige avond. En dan gaan we elkaar weer spreken. Dus, groeten, John. PA6 Echo van PD1 APB. Ja, Roger, ik wil Hans nog een keer aan de Blue DV hebben. Dan kan hij mijn dongel hier gebruiken. En dan is de modulatie ongetwijfeld een heel stuk beter, hè?
Dat werkt best goed namelijk. Dus dan zou dat gewoon goed moeten gaan. Maar dan moet ik je weer een keer voor elkaar maken. Ik heb nog steeds mijn tweede Windows computer niet opnieuw geïnstalleerd. Dat moet eigenlijk wel, dat ding heb ik niet voor niks. Die was bij een experiment zijn Windows kwijtgeraakt. Dus ja, dus dat moet er opnieuw opkomen. En dan moet Microsoft het ook nog goedkeuren dat het op een legale manier gebeurt. Wat ongetwijfeld gewoon zo is. Maar ja, ik heb al vaker meegemaakt dat ze dan onterecht zeggen dat het niet legaal is. En nou ja, dan hang je nog, hè. Maar goed, als dat allemaal lukt, dan kan het ook op deze computer draaien. Dan moet ik alleen het log in Windows doen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dan kunnen we dat al heel snel doen. Goed. Maar dat terzijde. Ik had Jan overgeslagen. Ik ga trouwens zo wel stoppen, want ik heb niet veel tijd meer. We zijn een uur bezig. Maar ik had eigenlijk onterecht Jan de microfoon niet gegeven. Volgens mij. Panel JCN, de Diesterronde. Papa Alpha 6 Echo. Ga je gang. Ja, sorry. Ik had net een hapje in de mond. Papa Alpha 5, 6... Echo. Ja, voor de rest weinig te melden. Hè? Ja, toevallig 2 kilometer van je vandaan. Dus ik zal me niet te veel verdiepen, want dan geeft slapeloos een achtermachine. Dus dat kan zomaar. Maar oké, wel leuk. Ja, ik had al gezegd, de gemeente heeft die kaarten betaald. Dus dat was een mooi gebaar. En dan 10 namen erop. En ja, nou, daarom krijg ik weer conflicten over, want wij staan er niet op. En we hebben wel aangegeven wie wilde op die kaart. Maar goed, daar hebben ze wel zo net mogelijk verdeeld, John, hè. Ja, en die kaarten gaan inderdaad dan de wereld over, die Excels. En dan zien ze, we hadden geen zeggenschap in de foto's. Want dan ging de gemeente zelf betalen. Die heeft daar een originele fotograaf bij laten komen. Dus dat kaartje heeft geen wat gekost. Ja, wij vonden eigenlijk dat we mooie plaatjes hadden. Maar dat feest ging niet door, joh. Maar ja, een gekregen paard mag je niet in zijn bek krijgen. Oké, zeg leuk en bedankt voor het rijden van het net. Dan ga ik over vanuit Papa Alpha 6 Echo. Ja, nog eens. Geef ik kijk hoor, niks meer. Zijn we ermee gestopt? Nee, Jan was het woord. Wat zeg je? We hebben net een hele lange doorgang van, nou ja, lang, maar toch wel een heel eind van PNL JCN gehoord over de QSL-kaart nog. Ja, ik ken deze omgeving zo goed omdat ik er ook heel vaak langs fiets richting de stad. Het is wel leuk om te zien. En die toren rechts ook natuurlijk, hè, die is ook zo karakteristiek. Leuk is dat. Nogmaals, ik heb erg goede herinneringen aan Nijmegen. Het is al een hele tijd geweest dat ik er eigenlijk niet meer geregeld kwam, omdat ik toch mijn inkopen daar al deed. Hè. Ik kocht in die tijd nog cd's, dus die kocht ik goedkoop bij Cruisers, zoals je dat zult weten. Er komt een mooi verhaal dan boven. De rest zal dat niet weten, maar Cruisers die verkocht altijd die cd's echt ontzettend goedkoop. En toen kwam de VR Record Shop, die kwam ook in Nijmegen zitten. En die voerden gewoon hun normale prijzen van 41, 42 gulden in die tijd. Maar diezelfde cd's die kon je dan bij Cruiser kopen voor 17 gulden. En die hebben zich natuurlijk eerst afgevraagd, waarom verkoopt het helemaal niet hier? Hè? Dus op een gegeven moment zijn ze ook naar die lage prijzen gegaan. En toen had ik in Nijmegen een cd gekocht. En die was niet goed. Er zat de verkeerde, er was de juiste opschriften erop, maar het was een heel andere cd, het was heel andere muziek. En toen... Toen dacht ik, nou, ik ruil die wel in Amersfoort om, ik ben toch in de stad. En toen zei het meisje, hé, maar wacht eens even, hier klopt iets niet. Want die staat de verkeerde prijs op die cd, die kost helemaal niet zo goedkoop. Want ja, ze hadden met Free Record Shop in Nijmegen, hadden ze de prijs voor Cruiser, hadden ze, ja, ze hadden er 1 gulden boven of zo, dus voor 18 gulden een cd van 42. En toen moest de bedrijfsleider die moest erbij komen. Ja, nou, zit hier, we moeten de politie maar even bellen, want dit is natuurlijk niet in de haak. Grote genade. Dus kon ik aan een agent uitleggen en vervolgens werd dus het filiaal in Nijmegen, wat gelukkig open was, werd gebeld. En die bevestigde dus dat ik dat daar gekocht had, of in ieder geval gekocht kon hebben. Ik bedoel, maar zo kun je de problemen raken. Toen werd toch heel netjes gewoon met bon dat gekocht. En ik had er ook een bon van, maar ze geloofden dat gewoon niet, dat kon kloppen. Goed, ik ben er vandoor. Jullie mogen gerust doorkuren zo, dat zeg ik elke week, maar dat is ook echt zo. De groeten, die is daaronder gesloten en ik ben weg. Papa Alphen 6 Echo.
Ja, goed, bedankt, John. Bedankt, John. John, bedankt voor het leiden van de honden, hè. Even kijken, is P1LZ zit nog aan de frequentie? Robert, ben jij nog aan de frequentie? Ja, was hij in Frans, riep je mij? Ah, inderdaad. Ben jij nog, ik vroeg of je nog aan de frequentie was. Ja, ik hoorde wel de vraag van wie er aan de frequentie was, maar ik hoorde het kon niet. Hè. Ik was eventjes, maakte even een klein geluidje hier. Dus toen dacht ik van, moet je mij nou hebben en zo. Ja, je wil eventjes over die, hoe heet dat ding nou? Ik heb het even het filmpje gezien. Het is zo'n Xbox cameraatje en zo. En ja, dat, daar zitten wel 3D protocolletjes in die camera. Dat, dat ding lijkt heel erg veel op die Sony PlayStation cameraatjes. Ik heb een keer voor mijn neefjes hier, dat zijn de twee zoontjes van, inmiddels een flinke zonen, de twee zonen van de broer van mijn vrouw. Die hebben toen ook weer een Sony PlayStation cadeau geven met de hele rattenplom erbij, met camera's en weet je wel, niet veel gekleurde dingetjes waar je mee kan zwaaien en zo, en beetjes, en weet je wel, waar je mee kan tennissen en zo. En ja, daar zat ook een enorme gezichtsherkenning zat er in die camera verborgen, dus dat is waarschijnlijk het gedeelte van de software dat ze gebruiken om het te scannen. Het is wel grappig. Ja, ah, vond ik ook. Kijk, en, ik heb gekeken en ik heb een ding voor 15 euro op de markt op de kop kunnen tikken. Ja, ik moet alleen nog een adaptertje hebben, want er zit een speciale connector aan. En daarvoor moet je dan een adaptertje hebben. Maar dan kun je hem rechtstreeks op je PC aansluiten. Ja, wat je maar je had er al eens een keer, of werkt het niet goed? Nee, dat is inderdaad zo. En dat is die Signclub scanner. En ja, ik krijg hem niet goed gekalibreerd, hè. Ik heb al van alles geprobeerd. Maar hij scant niet zoals ik wil. Ja, het is altijd met dat soort spul, hè. Dat is wel jammer. Maar ja, ik weet niet of je daar fabrikant iets kunt vragen of zo. Ja, ik weet niet, de calibratie, dat zal waarschijnlijk een autocalibratie zijn. Elke keer dat je dingen aanzet, dan kalibreert hij. Ik weet niet hoe dat zit, maar ja, dingen worden ook misschien een beetje vies of zo, of oud, of ja, gaan gewoon kapot en dan is het afgelopen. Ja, maar even kijken, ik krijg nog een mailtje van John. Er staat nog een linkje van Frans. Nou, ga ik ook even kijken wat het is. Maar ja, ik was een keer op een IT-beurs in Utrecht en er stond zo'n stand van een vent die had zo'n soort, ja, zeg maar een omkleedhok, maar dan helemaal van glas vol met allemaal camera's, zo. Dat waren niet de goedkoopste. En dan kon je dus een microkopie van jezelf laten maken, althans een klein beeldje. Dat was iets van, nou, wat zijn, nou, meer dan 10 centimeter was het niet. Dat is al, nee, dat was iets van 5 centimeter of zo. Gewoon, ja, dan kon je een beetje aan het huurzien dat jij het was, maar het gezicht was volgens mij niet echt helemaal precies, hoor. Daar is het te klein voor, hè. Maar daar wilde je dan 240 euro voor hebben. Toen zei ik, ja, nee, dat bedoel ik, vind het echt wel leuk. 25 euro misschien, nou, 75 euro, dat vind ik dan nog wel... Dat vind ik dan nog wel leuk, maar 240 euro, ja, ik bedoel, kijk. Dat was een, maar er waren toch wel een aantal mensen die het lieten doen. Maar ja, of die echt betaald hadden, dat was de vraag, hè. Maar, ja, dat is wel grappig. En dan kwam dat uit die 3D-printer, hè. Maar dat is al, dit was wel, dan heb ik het over 8 jaar geleden. Toen waren ze daar al mee bezig, ja. Maar het is wel leuk. Dus, man, ik ga eventjes bij de lady zitten hier. Ik heb eventjes wat
wat dingen wat zachtjes gedaan die we even wat zitten repareren. Zo, nou, de ronde was ook leuk. Dus volgende week weer, hè. Dus Frans, ik zou zeggen tot de volgende keer. En we spreken elkaar nog, hè, van Berberi Baikal in het Noorden Istanbul. Ah, dat komt helemaal voor elkaar, hè. Ja. Ja, ik heb hem toen voor 102 euro heb ik gekocht. En dat is een poppakket en dan moet je hem helemaal in elkaar zetten. Maar de software, dat is Horus. En Horus, dat gaat via Python. En ja, die Python, dat is toch wel, dat heeft wat toet in de aarde. Ja, het lijkt allemaal wel makkelijk zoals je het op YouTube ziet. Maar als het weg is, dan kom je er wel achter dat het niet helemaal zo correct is. Of ik doe wat fout, dat kan natuurlijk ook, hè. Maar ja, ik ben er al dagen mee aan het knoeien om een beetje goed gecalibreerd te krijgen. Maar ik krijg het beeld gewoon niet zoals ik het wil. En als ik dan op YouTube zie dat ze daar zo die beeldjes zo mooi inscannen. Ja, dan heb ik echt zoiets van, waarom ik niet, hè? Ja, maar in dat Python-script staan dan een aantal variabelen of zo die je moet invullen of zo. Waarom werkt dat in Python? Wat doe je nou precies met dat Python, dat Python-script? Wat doet dat script? Nou, het programma heet Horus. Dus H-O-R-U-S. En dat kun je gewoon gratis downloaden. Dat is bij de GitHub is dat. En dan staat er een Windows-versie en een Linux-versie enzovoort. En dat installeer je dan in feite. Als je dat gedaan hebt, dan moet die dus via USB-poort worden geconnect. En dan heb je dus een camera, een USB-kabeltje. En je hebt het printje van Arduino. Dat is ook een USB-kabeltje. Maar het probleem is, Windows die zet dat om naar een COM-poort. En die COM-poort, dat wil nogal een keer al sowieso al moeilijk zijn. Dan ziet hij de camera niet, dan ziet hij het printje niet, enzovoort. Dus daar begint het mee, de ellende. Nou, als je dat eenmaal voor elkaar hebt, dat werkt, dan moet je dus dat ding gaan kalibreren. En ja, dat kost ook heel veel moeite. Maar moet je maar eens kijken, de software heet Horus. Ja, tja, maar met dat poortnummer is het goed gekomen, of niet? Hoe zeg je dat? Je had nog een poortnummer. Je zei, ja, dan kan hij dat poortnummer wel vinden en dan weer niet. En dan weer niet, is het niet weer zichtbaar en zo. Dat betekent dus dat je meerdere programma's hebt die om die COM-poort vragen. Hè. Dat is echt zo ontzettend klote zoutje, die USB-techniek. Dat is zo'n rotzootje. Ik heb het vroeger ook al eens een keer gedaan. Ik heb zo'n Perseus SDR had ik in Soesterberg. Ja, ik heb hem hier ook. En dan kon ik dan twee frequenties tegelijk op maken, dus ontvangen. En was een speciale interface had je daar, kon je daarvoor inschakelen. En dan had ik van Teammate had ik van die USB knoppen. Die sloot ik dus aan mijn Windows laptop. En nou, dan ben ik echt wel een half dag, althans een flink deel van de dag bezig om dat allemaal goed te krijgen. Met virtuele comports en toestanden. En het, ja, je moet gewoon op papier een schema maken, anders kom je er gewoon niet meer uit. En dan wordt het gewoon te ingewikkeld en zo. En, heb ik maar snel even een backup van die een image van die settings gemaakt. En ik denk, dat ga ik nog een keer doen. Hè. Maar met dat comport verhaal. Kijk, als dat al niet werkt, dan kan je ook niet kalibreren natuurlijk. Maar waar ging het dan precies van? Bij het comport verhaal of daarna pas? Oh, het was namelijk zo. Hij heeft een Logitech cam. De HD270. En het was dan, zag hij de cam. En dan zag hij dus de Arduino. Maar ik heb het nu zo gedaan dat ik mijn camera via Manicam, ik weet niet of je dat kent. Dat is een programmaatje voor camera ondersteuning. Als je die dan laat draaien, dan krijg ik dus dat de Horus wel start wordt. Ja, oké. Dus dan is het comport probleem opgelost. Maar daarna moet je dan nog die Horus software draaien. Zo, wat is daar nou
Ik begrijp het niet helemaal. Kan je dat programma niet draaien of crasht het? Of moet je er eerst iets in veranderen en dan laten draaien? Of zo moet je in de source gaan zitten spitten of zo? Ik begrijp het niet. Dat is een programmaatje, dat kun je dus, als je dat opstart, zal het even opstarten, dan vraag je eerst de connectie. Nou, als dat de connectie geslaagd is, dan kun je naar de volgende toe. En dat betekent dat je dan een stap voor stap moet gaan kalibreren. En dat betekent, je moet je pattern setting doen. Je moet je scanner autocheck doen, je moet je laser triangulation doen en een platform extrix moet je doen. Ja, en dat lukt dus allemaal niet. Nou, dat lukt allemaal prima. En dan zegt hij dat het allemaal oké is. Nou, en dan pak je de eerste scan en ja, daar gaat het fout. Hij scant niet zoals het hoort. Als ik bijvoorbeeld een rechthoek neerleg, dan krijg ik daar een soort ronding in en allerlei gekke strepen en zo. Terwijl ik precies gedaan heb wat het programma verwacht van je. Ja, oké. Maar ja, misschien dat wel het programmaatje. Misschien heb je in de tussentijd een update gedaan van je Windows, een andere versie of zo, van 7 naar 10 of naar 11. Of, ik ben al met 12 bezig hier. En ja, dan veranderen de dingen en dat is echt een ramp. Dat is ook met, ik heb hier zo'n van SDR Play, heb ik zo'n, hoe heet dat, RSX 2 Pro SDR ontvanger. Hartstikke mooi ding en zo. En is er een, je hebt dan SDR Play software. En daar hebben ze, vroeger was het zo dat, ja, er waren dan vragen van amateurs, kunt u er dit in maken, kunt u dat in maken, maar ja, dat is, daar word je natuurlijk helemaal knettergek van. Dus ze hebben daar een plug-in mechanisme in gebouwd en dan kunnen dus externen, die kunnen dan een plug-in maken. Met een aantal DLL's werkt dat dan. En ja, als je die dan inlaat, dan heb je ineens een extra feature. Dus bijvoorbeeld, je kunt dan dat aardgasverkeer kan je volgen op vliegtuigen. Je kunt CW en fax en weet ik het allemaal, help, kun je allemaal meeschrijven en dat soort dingen. Zo, dat zijn allemaal niet plugins, maar ja, bij sommige mensen werkt het prima en bij sommige mensen werkt het niet. En dan blijkt dus dat er dus bepaalde DLL's en bepaalde files die erin moeten zitten in het besturingssysteem, die zitten er niet in. Want dat wordt waarschijnlijk door het programma niet gecontroleerd. Het ding neemt gewoon aan dat het erin zit en die probeert dan ja, iets te doen. Je probeert dan te praten met iets dat er niet is. En dan komen ook geen foutmeldingen van. Dus je hebt totaal geen idee wat er aan de hand is. Dus ja, weer een beetje het broddelwerk, weet je wel. Dus dan heeft die programmeur, Jan van Katwijk heet die vent. En een hele goede programmeur. Die heeft nou een utility geschreven die dus controleert welke DLL's er allemaal in het systeem moeten staan. En als zo niet, dan krijg je een lijstje. En die moet je dan maar zien te vinden en installeren in je machine. En dan zou het wel moeten werken zo. Maar ja, weet je, het is allemaal, met die software is het zo, er wordt zo mee gerommeld met dat Windows, hè, met die seriële poorten. En ja, op laatst wordt het zo'n ratje toe dat het gewoon helemaal niet goed meer werkt. Dus, maar het feit dat het vroeger wel werkte en ineens niet, komt dat om, was dat van de ene op de andere dag? Of kan je je nog herinneren dat je nadat het goed werkte toevallig een keer ergens iets geüpdate hebt of zo en dat het dan niet meer werkte? Want dat is vaak waar het fout gaat, hè? Ik had ook laatst een mailtje gelezen van Jan van Katwijk. Die zei, ja, ik heb eigenlijk een beetje om het besturingssysteem heen geprogrammeerd. Ja, dat is natuurlijk de gode verzoeken. Want als er dan een update komt, dan wordt er iets veranderd. Terwijl jouw programma daar helemaal niks, dat niet kan zien. Dat het anders is. Dus dat, ja, dat zijn de gevaarlijke dingen. Ah, dat ben ik helemaal met je eens, Robert. Ja. Nee, maar ik zeg al, ik heb hem al zover dat hij geen errors meer heeft. Hè? En ja, je moet het programma een beetje zien, dat Horus. Anders dan, ja, dan begrijp je dat niet helemaal. Hè? Ik weet niet of jij met TeamViewer iets kunt. Dan kan ik je het scherm laten zien. En dan zie je hoe het werkt. Ja, lijkt me leuk. Ja, dat wil ik wel eens een keer zien hoe het werkt. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik zie wat er fout is. Maar ik... Ja, als je iets vierkant neerlegt en het komt er als een cirkeltje uit, dan is het natuurlijk iets
met de gelijkvormigheid is natuurlijk iets fout, hè? Maar je noemde ook vier punten op waar die dan kalibreerde en zo. En je noemde één, je zei het zo snel dat ik het niet goed kan verstaan. Je hebt ook een zekere echo in jouw modulatie. Dus je zit waarschijnlijk in een ruimte met kale muren. En dan is dat voor mij ontzettend moeilijk om naar te luisteren. Dat holle. Die holle echo's. En toen heb ik het niet goed gehoord, maar er waren dus vier dingen die je, of vijf dingen die je noemde, waar die op kalibreerde en zo. Ah, precies. Maar ja, ik zeg dat is heel moeilijk zo uit te leggen, Robert. Want het programma dat kan echt heel veel. En het is een Python geschreven, dat ben ik ook wel achter. En er zit een help bij. En als je het helpt, dan pak je die welkom. En dan kun je een wizard setup doen. En dan gaat hij in eerste pakt hij dan een autocheck. Daarna gaat hij naar een calibratie toe. Dus dat twee laserkoppen die dan daarop zitten, die worden dan gecalibreerd. Daarna wordt de laser bekeken, oftewel die twee laserkoppen. En als dat helemaal doorstaan is, dan zegt hij van, you have completed the wizard. En je kunt dan beginnen. Ja, hoor. Maar ja, die laserkoppen, ik weet niet, die zitten natuurlijk op iets draaiends gemaakt. Of worden die lasers qua richting gestuurd? Jij zit niet op die dingen, op die chatgroep, Robert. Anders dan kon ik je zo die link even doorsturen. Ja, also, ja, je kan de link wel sturen. Ik heb die chatgroep rond dan. Hoe heet het? De merk. Sorry, je kan niet horen. Jij zit op die chatgroep van de Daily Minutes, klopt dat? Nee. Maar je kan het er even per e-mail sturen. Absoluut, kan ik zeker doen. Als je me het e-mailadres dan geeft. Ja, dat ga ik niet doen. Moet je even op QRZ opzoeken. Ja, jouw call was? Nou, kijk even naar het display. Staat dat niet op, jou? Nee, ik ga ze in message, hoe heet het? In Istanbul. Ja, de call is van PH3 BKL, dat Alpha 3 Bravo Kilo Lima BKL. Blond knap belang. Dat ging weer te snel. PH en dan? Blond knap en lang. PH3 BKL. Oké, ik ga even kijken op QRZ.com. Ja, Roger, stuur maar even eens als je het e-mailadres hebt, dan kan ik het even zien, ja, hoe dat in elkaar zit. Nou, het lijkt wel leuk, maar het is jammer dat hij niet meer werkt en zo, hè. Het kan natuurlijk zijn dat het, ik weet niet, die utilities, programma, dat waarschijnlijk die software werkt alleen maar op Windows of ook op andere platforms, op Macintosh en op Linux of niet? Oh, die werkt op Linux, dat klopt. Want als je naar die site gaat van alles, die geef ik je dan ook zo wel even op de link. En dan moet het goed gaan. Even kijken, even je call invullen. Die is ingelogd, want anders dan krijg je namelijk tegenwoordig niet meer. Oké. Dan met de muis erover. Gewoon een Gmail. Ik heb ook een Gmail. Oké. Nou, ik ga eens even wat voor je me klaarmaken, Robert. Oké? Ja, Roger, ja, we willen wel eens even onderzoeken. Ja. Ja, ik heb zelf niks met skinnen. Het is natuurlijk wel leuk, maar ik teken alles. Hè. En dat vind ik het leuke van het hele 3D print. Ik heb voor mijn satelliet van Amstel project ook een hele antenne geprint.
althans de beugels om hem aan de rotor vast te maken. Hè. Dat is echt, als je dat ziet, dat is zo leuk. Wat ik in mijn hoofd had, dat heb ik getekend. En dat komt zo uit een printrol. Hè. Dat is wel, ja, dat is mijn liefde hoor. Dat vind ik het leukste van het hele 3D-print. Hè. Dat 3D-print is natuurlijk leuk, maar ik heb al zoveel dingen geprint, joh. Dat is echt stukjes voor een... dingen die afgebroken zijn van apparaten. Een lager van een stofzuigerwiel, een Philips stofzuiger. Allemaal van die dingen die je eigenlijk normaal zou weggooien, omdat die onderdelen niet meer zijn, maar die repareer ik allemaal. Dus er is eigenlijk allemaal weinig kapot hier. Ja, ik kan nog wel mee praten, Robert. Ik zit zelf bij een riviercafé. En dan komen die mensen ook allemaal om te kijken van hoe ze het nog goed kunnen krijgen, hè? Ja, meestal van die, weet je wel, beroemd is van die, die klepjes van het batterijencompartiment van een afstandsbediening, weet je wel. Die zijn mensen, die leggen dat dan ergens neer en dan doen die, halen die batterij eruit. En meestal zijn ze ook nog helemaal gaan lekken en zo, je kent het allemaal wel. En dan, oh ja, waar is dat dikkeltje nog gebleven? Nou, laat maar zitten en dan met plakband eromheen en zo. Nou, dingen waar plakband omheen zit, daar krijg ik echt... daar wil ik niet naar kijken. Ik vind dat zo lelijk, hè. Sommige mensen zeggen, ja, maar het werkt toch? Hij doet het toch? Nee, dat zo ben ik niet. Bij mij moet het allemaal netjes zijn. Het moet er mooi uitzien en zo. Daar heb ik zo'n ontzettend hekel aan. Je ziet hier wel eens auto's rijden die hebben een aanrijding gehad. En dan gewoon met duct tape hebben ze die bumpers weer vastgezet. Dan blijven ze er gewoon een paar maanden mee rijden. Ja. Daar word ik allemaal wel een beetje droevig van, hè. Ja, oké. Okay. Hey, ik ga eventjes, de lady hier heeft hier een schaaltje fruit neergezet. En dat ga ik dus even lekker opeten. Sinaasappeltjes en stukjes appel. Dus, ik wens je een prettige avond verder. En wat hoor je dan? Hey, ik hoor een call sign zijn. En dat was mijn call sign. Ik weet niet of ik het ook gehoord heb. Maar waar het vandaan komt, weet ik ook niet. Misschien je e-mail? Ik heb daar een mailtje verzonden. Nee, er komt geen PR3-beker al in CW uit. Nee, ik denk dat dat van mijn Jezu FT3D afkomstig is. Hè? Daar zit ook een baken in, dus dat staat af en toe over de tetter. En die ontvangt ook, Die ontvangt ook APRS berichten en zo, dus dat zal wel kunnen. Maar goed, ja, als je... Maar kon niet meer gewoon, je hoort een geriedel, je weet gelijk wat het is, hè. Je hoort niks van te doen, dat rolt zo mijn hersenen in, die lettertjes, en dan weet ik wat er gezend is, hè. Ja, dat gaat nooit meer over, geloof ik. Oké, Frans, hey, prettig gaan we het verder, en ik hoor je wel, hè. Ah, prima, Robert. Ik heb je de mail toegestuurd, er staan drie linkjes in, dat kun je natuurlijk rustig kijken. Mocht je nog verder geïnteresseerd zijn, ik heb er nog veel meer van, dus dan kunnen we het samen eens even erin duiken, misschien is dat wel leuk. En kunnen we ook, als ik dan via jouw mail even de TeamViewer code geef, dan kun je dus ook even op mijn pc kijken hoe dat precies werkt, Robert. Oké, okay. Hey, ik zou zeggen, prettige avond verder. PA3PKL van PD4 en meneer. Ja, goed, Frans. Prettige avond, hè.